Ja? Gezelschap. Ja. Maar we zijn in Nederhorst in Berg. En 24 jaar geleden, toen waren mijn ouders er niet bij, maar 3 maanden later kwamen ze naar Sri Lanka om te zien hoe het in feite was dat ik daar als monnik woonde. Ze maakten zich zorgen dat ik misschien niet genoeg te eten zou krijgen. Ze hadden gehoord dat je na 12 uur 's middags in Sri Lanka en in de Theravada-landen niet eet als monnik tot de volgende ochtend. Maar toen ze de tweede dag bij de maaltijd waren, die volgde op een gezang, een pirik-ceremonie bij iemand van onze tempel, dayaka's of ondersteuners. Toen zagen ze hoe we een 8 gangen of 9 gangen maaltijd kregen aangeboden. Toen waren die zorgen voorbij.
En sinds die tijd hebben ze zich geen zorgen meer om mij gemaakt als monnik. En zij is in feite ieder 2 jaar naar Sri Lanka gekomen om daar te zien hoe ik daar als monnik leefde. En ook boeddhisme een beetje te bestuderen en met de mensen kennis te maken die om mij heen leefden en woonden. Dus nu zijn we 24 jaar later. Er is een hele hoop gebeurd intussen, maar laat ik daar nu niet over uitweiden, want vanmiddag dan om 3 uur hoop ik een videopresentatie te laten zien wat fragmenten van films die onder andere vooral mijn vader heeft opgenomen tijdens bezoeken aan Sri Lanka en wat andere zelf opgenomen. Dus ja, als je zo kijkt op 24 jaar hoeveel er verandert, dan krijg je wel een soort indruk van de vergankelijkheid van de dingen. De veranderlijkheid van alles. De omstandigheden, ons eigen lichaam, onze gevoelens en onze ideeën, onze gedachten. En alle eigenlijk samengestelde factoren die ons leven uitmaken, die veranderen ja, niet alleen maar in 24 jaar, maar eigenlijk van moment tot moment. En dat is iets wat we natuurlijk in de meditatie ook wel direct aan de lijf ervaren. Als je maar even zegt 5 minuten met gesloten ogen, dat is introspectie bedrijf naar binnen kijkt, dan zie je al gauw dat ons bewustzijn en dat we eigenlijk nooit dezelfde blijven. Er wordt wel gezegd dat eenzelfde persoon niet 2 keer eenzelfde rivier in kan stappen. Als zeg maar een persoon een rivier instapt, dan is die rivier in beweging, levende dingen. Meditatie hebben we het nu maar even over. En ook aan inzicht brengende meditatie. Is de wierook misschien wat te veel? Of heb je... Sorry, maar ik ben verkouden geweest. Oh, je bent verkouden geweest. Dus heb je daarna altijd een last van? Ja, en dan heb ik hier. En. Ja. Het is rust, vrede, concentratie, geestelijke ontwikkeling, inzicht en een soort bevrijding die we hopen te bereiken met onze meditatie. Het is zo dat de Boeddha zelf, die had al jarenlang tijdens zijn ascetische praktijken rustgevende meditatie beoefend. Die in die tijd via yoga, leraren en zo al bekend was. En daar had hij zijn geest zodanig mee ontwikkeld door concentratie, diepere inzichten ja, of diepere vormen van rust en vrede en absorptie te krijgen en ook zijn psychische krachten te ontwikkelen, dat hij allerlei, ja, wat wij noemen, bovennatuurlijke krachten had gekregen. Zoals het herinneren van vorige levens, het gedachten lezen van anderen, het in de toekomst kunnen kijken, het in de grond of door muren heen kunnen bewegen of zich maar doen opstijgen, levitatie, zulke soort dingen, helderziendheid, helderhorendheid, dat waren een soort psychische krachten die allemaal al bestonden voordat de Boeddha leefde. En dat waren resultaten van yoga-technieken en meditatie-technieken. Die worden genoemd samatha bhavana, of tranquility meditation, rustgevende meditatie. Maar er is een mooi verhaaltje dat Boeddha een keertje een asket tegenkwam die zei dat hij over het water kon lopen. En toen de Boeddha vroeg van, ja, hoe lang heb je daar over gedaan?
gedaan om dat te ontwikkelen, die kracht om over water te lopen. Na 12 jaar lang heeft hij zich afgezonderd in de Himalaya's en in de bossen geleefd en die meditatie beoefend. En nu kon hij dan van de ene kant van de gang naar de andere kant over het water lopen. En dat was het zo'n beetje. En toen zei de moeder, ja, daar heb ik geen 12 jaar voor nodig. Ik kan 5 cent betalen aan de bootman en aan de andere kant van de rivier komen. Wat heb je in die 12 jaar eigenlijk gedaan? Is het zo belangrijk om die psychische krachten te ontwikkelen? Of is het misschien beter om wijsheid en mededogen te ontwikkelen? Inzicht. En dan daardoor tot een soort vrijheid te komen. Want psychische krachten, ja, die kunnen soms wel helpen, maar die zijn ook niet altijd de uiteindelijke oplossing. Dus Boeddha zelf had die psychische krachten wel, maar hij raadde de mensen aan en hij heeft zelf ook ontdekt dat het beter is om daar niet te veel mee bezig te zijn, maar meer op te komen tot wijsheid door inzicht. En daarmee heeft hij dus zelf ontdekt dat het afvoelen is iets meer is dan iets verder dan reguleerd is. En toen hij dan onder die beroemde ficus religiosa, bodhiboom, zittend het echte inzicht en bevrijding ervoor. Toen heeft hij zeg maar ontdekt, ja, dit is het uiteindelijke doel wat we altijd al hadden willen bereiken, maar wat we niet wisten. Namelijk het inzicht in oorzaak en gevolg en het wegnemen van de oorzaken van het leed. Baseerd op verblinding, haat en hebzucht. Alles wat daarmee te maken heeft, zijn de oorzaken van het steeds maar weer komen tot conflict en leed, tot dukkha. Als die oorzaken er niet zijn, dan is het probleem in feite opgelost. Boeddha kreeg dit inzicht op zijn 35ste, na natuurlijk vele levens, wordt gezegd, al gewerkt te hebben aan zijn eigen perfecties. Goede kwaliteiten ontwikkeld van liefdevolle vriendelijkheid, vrijgevigheid, uithoudingsvermogen, gelijkmoedigheid, mededogen en het kunnen opgeven van zeg maar, hechtingen en ook het ontwikkelen van wijsheid. Dat waren allemaal paramita's of goede kwaliteiten die vele levens waarin hij streefde naar het boeddhaschap heeft ontwikkeld. Maar in het laatste leven, dus als Gautama, Siddhartha, heeft hij toen een stap verder gegaan en heeft hij het uiteindelijk, zeg maar, het uiteindelijke hoogste geluk ervaren. En met die ontdekking, het zeg maar realiseren van nirvana, is hij niet opgehouden te leven. Soms wordt gedacht, ja, het hoogste doel dat kunnen we pas bereiken als we zeg maar, hier niet meer zijn, na het sterven. Maar Boeddha toonde aan, dat je dat in je leven kunt ervaren. Daar hoef je niet op te wachten, het is er in feite al, het moet alleen ontdekt worden. In de grond van je geest zit dat nirvana al opgesloten, maar het is alleen bedekt door allerlei geconditioneerde bevlekkingen, kun je zeggen, door allerlei ervaringen die gebaseerd zijn op onze illusies en verblinding en door de ervaringen van teleurstelling en van haat en hebzucht en allerlei dingen die als een soort onuitgenodigde gasten dan op dat nirvana, het lichtende in onze geest zijn gaan kleven. En door dat weg te vagen, door dat weg te vegen, door daarheen te dringen, door inzicht te krijgen, kunnen we uiteindelijk tot die grond van onze geest, die lichtend en shining is, daar kunnen we dan komen tot dat hoogste geluk. Dus dit is niet iets wat we buiten onszelf hoeven te zoeken. Het is ook niet iets wat in de toekomst alleen maar
te vinden is, het is er altijd al. Alleen moeten we de richting waarin we het zoeken ontdekken. En die richting is niet naar buiten toe, niet in de toekomst gericht, ook niet in het verleden, maar in het hier en nu, steeds van moment tot moment. En door dat te zien en door dat te ontdekken, kunnen we inderdaad dan die grond van onze geest, die diepe rust en vrede en geluk ook vinden. En niet zoeken naar dingen die alleen maar, zeg maar, een tijdelijke gelukservaring opleveren, die we via onze zintuigen alleen maar kunnen vinden. Dus door dingen, mooie dingen te gaan zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen en te denken. Dat kun je wel natuurlijk een tijdelijk geluk daardoor krijgen, maar dat is niet het ware geluk waar de Boeddha over spreekt. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen plezier of werelds geluk aan de ene kant en het ongeconditioneerde, het onafhankelijke, het ongeborene, het, zeg maar, nirvana geluk dat je in jezelf al meedraagt. Zei hij maar een paar woorden. Er waren 5 asketen, 5 vrienden van de Boeddha met wie hij 6 jaar lang die asketische praktijk had bedreven. En na zijn ontdekking van het nirvana zei hij maar hele korte zinnetjes in zijn eerste preek of toespraak. Bijvoorbeeld, sabbe sankhara anicca, dat waren 3 woorden. Sabbe betekent alle, sankhara wil zeggen geconditioneerde dingen, anicca wil zeggen tijdelijk of vergankelijk. Dus alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk. En bij het horen daarvan is een van die asketen verlicht geraakt. Die zag het opeens. En toen, dat was Kondanya, ja? Anya Kondanya. De Boeddha zei, Anya Kondanya heeft het gevonden. En een andere hele cryptische uitspraak was, sabbe sankhara dukkha. Alle geconditioneerde dingen zijn een vorm van conflict en onvredigendheid. En daarnaast en daarbovenuit zei hij, sabbe dhamma anatta. Alle dhamma's zijn niet zelf. En onder dhamma's, dat is een heel moeilijk woord om te vertalen, want er zijn wel een stuk of 37 verschillende betekenissen van het woord, maar één van die betekenissen is de leer van de Boeddha, maar ook de natuurlijke wet. En daarnaast ook de dingen zoals ze zijn. Dus als de Boeddha dan zegt, sabbe dhamma anatta, wil dat zeggen, alle dhamma's, dat wil zeggen alle geconditioneerde, maar ook de ongeconditioneerde, zelfs het nirvana, is niet je ziel, is niet jezelf, is niet je ego, heeft ook geen eeuwigdurende, onveranderlijke substantie. Dus derhalve is er niets wat we moeten grijpen, vasthouden, nastreven of bang zijn dat we dat kunnen verliezen. Het is allemaal ofwel in een flux, of het behoort niet aan jezelf. Dus kijk ernaar, maar identificeer je er niet te veel mee. Zie dat er relatieve waarheid is en zie dat er ook een absolute waarheid is. En verward die twee niet met elkaar. Dus datgene wat relatief is, wat voorbijgaand is, wat derhalve ook dus vorm is van onvredigheid en niet van jezelf hoort, dat moeten we in de wereldse zin gebruiken voor het goed van onszelf en voor anderen. Met ook een soort wereldse wijsheid en met een soort boerenverstand of common sense. En ook met zo goed mogelijk de kwaliteiten van, zeg maar, mededogen en liefdevolle vriendelijkheid, met sympathie en gelijkmoedigheid tegenover al die wereldse dingen. Want dat sluit in alle, wat ze noemen, de 8 wereldse condities, namelijk het feit dat we soms winnen, soms verliezen, soms ziek zijn, soms gezond zijn, soms geprezen worden en soms verguisd worden. En dat we die soort op- en neergaande bewegingen altijd zullen zien in ons leven. Niets blijft.
En als je daar tegenover dan een soort gelijkmoedigheid kunt ontwikkelen, dan word je niet te veel meegesleept naar wat ze noemen zum hemelhoog juichend, dus het hemelhoog juichende en het zum toden betreurd, ja, het tot dood betroefd zijn. Dus dat je dan meer gelijkmoedigheid en vrede vindt binnen al die veranderlijke wereldse omstandigheden. En dat kan soms helpen om de dingen duidelijk te zien, of meer perspectief te bieden aan wat we al zo ervaren in ons leven. En op die manier kunnen we, zeg maar, in wijsheid en evenwicht toch ook een hele hoop beter functioneren in de maatschappij. Want meditatie, daar hebben we het wel over, maar meditatie is niet alleen iets wat we zittend doen in stilte als een soort boeddhabeeld, maar ook iets wat we, zeg maar, proberen te ontwikkelen in ons dagelijks leven. En met het dagelijks leven, daar zitten we veel vaker in dan in dat half uurtje of dat uurtje meditatie. Dus wat we, zeg maar, in de meditatie leren en ervaren en verdiepen, dat kunnen we dan doorgeven aan en verder toepassen in dat dagelijks leven. Op die manier kan, zeg maar, de vrede in iedere stap zijn, zoals Rie Hammelburg zo mooi zegt. Peace is in every step. Peace is every step. En het doel is niet iets heel ver weg, maar het middel is ook het doel. Dus, zeg maar, als we van moment tot moment die aandacht en het daar zijn hebben met een soort evenwicht en wijsheid, dan komt dat doel steeds dichterbij. Dan is het doel ieder moment daar. En dat is natuurlijk iets, ja, wat we graag zouden willen hebben. Het is er niet altijd, dan verliezen we ons geduld en onze gelijkmoedigheid en onze aandacht enzovoort en onze wijsheid. We vallen weer terug in oude patronen. Maar wat we proberen te doen is om toch iedere keer weer die aandacht of die awareness, het daar zijn, het bewustzijn er weer bij te brengen. Dat we niet vast komen te zitten in oude, zeg maar, niet nuttige of niet heilzame patronen. Dat we er steeds weer bij zijn en uit het verleden en ook uit de toekomst, zogenaamde toekomst die er nog niet is, dus weer terugkomen naar de realiteit van het heden. Niet om alleen maar met deze realiteit bezig te zijn, maar ook om daar, zeg maar, met een soort vrije geest tegenover te staan. En dan gaat het leven heel wat makkelijker dan wanneer we dat niet zouden doen. Ja, maar vind je het fijn? Hier? Ik geloof het wel. We zitten nu al een half uur. Ik zou me voorstellen dat we met eerst wat wandelende meditatie in de hal zo rondom kloksgewijs langzaam bewust lopend beginnen. Een kwartiertje ongeveer, dat we dan weer naar onze plaatsen terugkeren en wat begeleide meditatie zullen doen. Maar misschien, voordat we dat doen, wil ik eerst op traditionele wijze de dag ook beginnen met het nemen van de drie toevluchten en de vijf levensregels voor degenen die dat willen. Panchasila Samadhan Vime Sandha Namaskar Yame. Dhammang saranam gacchami.
saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchachara viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami. Suramerya manjapamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Rondom de zaal. Van de voetzolen, gevoel van het gewicht van het lichaam op de grond, de vloer, van de staande houding. Helemaal bewust worden van het lichaam dat je staat, van top tot teen, van de voeten tot de kruin. En dan langzaam bewust van onze bewegingen, van de voeten, aandachtig lopen. Rustig zitten, in evenwicht, het hele lichaam ontspannen, de geest ook ontspannen. Gedachten over het verleden en over de toekomst laten varen. En de aandacht helemaal naar het hier en nu brengen. Voelen dat we hier zitten.
gesloten ogen kunnen we beginnen liefdevolle vriendelijkheid, mededogen voor alle levende wezens, inclusief onszelf, te ontwikkelen. Door ieder te wensen vanuit je hart, mogelijk vrij zijn van angst en ergernis. Mogelijk vrij zijn van haat, hebzucht en verblinding. Vrij zijn van conflict en leed. Mag ik wel vredig en gelukkig zijn. Mag ik wel en gelukkig zijn. Mogen alle wezens, nabij en verder, vrij zijn van conflict en leed. Mogen alle wezens, mensen, dieren, de zichtbare en onzichtbare wezens, wel vredig en gelukkig zijn. Mogen alle wezens in alle richtingen, boven, beneden, in het noorden, in het zuiden, het oosten en het westen. Rondom, nabij en ver weg, nog alle wezens, wel vredig en gelukkig zijn. Van de stilte om je heen. En probeer je bewust te worden van je adem. Het gevoel van de ademhaling. Met het puntje van de neus waar de lucht je lichaam inkomt met inhalen. En de warme lucht de neusvleugels aanraakt bij het verlaten van het lichaam. Thank you.
beginnen bij jezelf. Door te wensen vanuit je hart. Mag ik vrij zijn van angst en ergernis. Mag ik vrij zijn van haat, hebzucht en verblinding. Mag ik vrij zijn van conflict en leed, dukkha. Mag ik wel vredig en gelukkig zijn. Mag ik wel en gelukkig zijn. Mogen alle wezens, mensen, dieren, de zichtbare en onzichtbare wezens, wel, vredig en gelukkig zijn. In alle richtingen, boven, beneden, in het noorden en zuiden, in het oosten en westen. Rondom.
Zullen we nu eventjes een pauze hebben voor de lunch? Ja, maar wij zijn nog op weg. Ja, goed. Dan neem ik jou een keer. Maar er gebeurt niks. Er staat alsmaar 103 minuten. Ja, hij doet het nu wel. Kijk, er zit REC in het hoekje. Dan doet hij het. En als je op het rode knopje drukt, dan gaat hij weer stand-by, dan doet hij het niet. Ah. Wat? Als ik op de rode knop druk, doet hij het niet? Nee, druk hem maar zo. Dus... Ja, er is het. Ja? Nou, de kon je. Wat heb jij allemaal voor schitterend? Ik vond het mooi dat jij is heel oud. Ja. Spaar je leuk nog? Zo jongens. Gezondheidsproblemen. Ja, een hele goede standaard.
Thank you.
ding, die eigenlijk. En je kunt het ook in verschillende betekenissen nemen. Een engere betekenis en een wijdere betekenis. Als je kijkt naar de historische Boeddha, dus de prins die daar de verlichting heeft gevonden, en van het geslacht van Gautama, de Boeddha, Siddhartha Gautama, dan is het één persoon, deze historische figuur. Het werk van de toevlucht neemt als leraar bijvoorbeeld. Dat is wat hij denkt, hij heeft zelf een goede dingen gezegd en spreekt er aan en wat hij allemaal heeft aangewezen, dat hij natuurlijk graag de leidraad van het leven nemen. Dat is dan haar toevlucht nemen tot de Boeddha als leraar. En als je het in een wijdere betekenis neemt, dan kun je zeggen, ja, het principe dat ieder mens verlichting kan bereiken, het verlichtingsprincipe, is ook een goede toevlucht om dat te nemen. Dus het is een wijdere betekenis dan alleen de historische Boeddha. En bij de Dhamma heb je het ook, dat alleen de leer van deze historische Boeddha niet wordt wel Dhamma genoemd, maar ook alle natuurlijke wetmatigheden en zo. En het hele, alles wat met oorzaak en gevolg te maken heeft, alles, alle dingen die zo zijn, als ze zijn, dat is ook een betekenis van Dhamma. Dus zou ik maar zeggen, in toevlucht tot de leer van Boeddha en tot de natuurlijke wetmatigheden, dus tot karma en oorzaak en gevolg. Dat neem je ook als de toevlucht, dat die zo zijn, dus als ze zijn. En zou ik daar ook plus de toekomstige Sangha, die er nog komt, dat is dan toch wel een heel groot aantal, maar het is toch nog de engere zin, alleen maar de geordineerde Sangha. Maar je kunt ook zeggen, elke vorm van spirituele gemeenschap is ook zoals we hier met elkaar aan het mediteren zijn en zo, en spirituele vriendschap en zo, dat is ook een soort Sangha. Dat is hier ook een soort als je dan die formule in de taal, die je dan oorspronkelijke taal van de Boeddha neemt. Zal ik het papiertje nog even bijpakken, kijken of je het kan vinden. maar ik zal het kort, ook een kortere zinnetjes maar het is niet zo kort. Dat is nog vertaald, maar in mijn eigen taal. Maar wij blijven bij de oorspronkelijke Pali. Als je het dan zou nemen, kun je zowel de Engel als de Weide dachten wij nemen meer toevlucht tot de Boeddha en de Sangha. En bij de levensregels is het zo, 5 levensregels zijn het geen geboden die van bovenaf worden opgelegd, maar zijn levensregels die je vrijwillig voor jezelf probeert te volgen. Dus ik heb je allemaal gestudeerd met een afzicht van nemen van leven, van zeden, van seksuele misbruik. Dingen die je geest goed wel. Dus in het positieve zin gezegd dat je het leven beschermt, dat je vrijgevigheid beoefent, dat je zintuigen die gaan goed gebruikt voor het welzijn van jezelf en van anderen, en dat je zoveel mogelijk probeert de waarheid in jezelf te verwerken en die te verwoorden en ook dat je gezond probeert te leven. Dus het zijn geen zegt dingen. Nee, goed ook. Kunnen wij zijn, ja. Dus zou ik u verzoeken dan mijn naam te willen zingen. En dan kijken we na of we een geschikte naam kunnen geven. Want ik wil die ook, dus dat we die is naam. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sugato loco vidu anuttaro purisadam sarati
Dharapunya Ketango Kasati Etena Satcha Vajjena Patuta Ratanatayam Etena Satcha Vajjena Patuta Ratanatayam Etena Satcha Vajjena Hotute Jai Mangalam Sambhitiyo Vivanchantu Sambhavogo Vinyasatu Mate Bhavattantarayo Sukhidi Ghaiko Bhavu Bhavatu Sambha Mangalam Sambha Buddham Bhavina Sadasati Bhavantute Bhavatu Sambha Mangalam Rakkantu Sambha Devata Sambha Dhamman Bhavina Sadasati Bhavantute Bhavatu Sambha Mangalam Rakkantu Sambha Devata Sambha Sangham Bhavina Sadasati Bhavantute Nakhati Yakka Bhutanam Pabhagyani Varana Parikdasanubhavena hantute sankupanjare Devo vasatukavena sasya sampatti hetuche Pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. Jij bent de oudste. Mag ik jou niet aanbieden? Ja, ze weet niet van deze dag. Dank je wel. En jij, Sumana, mag ik jou niet aanbieden? Sumana. 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 Manas is de mind of geest. Sumana. Laten we nog even rustig zitten, ontspannen, wel wakker, in evenwicht, bewust van ons lichaam, bewust van onze gevoelens, gedachten, geluiden om ons heen. Bewust worden van onze ademhaling. Ja. Uit soapstone, een soort speksteen. Ja, speksteen. Ja. Mooi, hè? Mooi, dank u wel. Ja. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, dus nu ben ik er maar toegekomen. Ja, dat is al jaren. Het is al zo lang. Mooi, Pascal. Dat vind ik leuk. Heel mooi. Nog eentje gekregen? Oh, ja, dankjewel, Wil. Hartstikke leuk. Ik vind het wel heel mooi, ja, Nathalie. Ah, oh, wat mooi. Thank you.